Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft vanmorgen het pilotproject Waste Separation of afvalscheiding in Groot Paramaribo gelanceerd. Het project wordt uitgevoerd door ILACO Suriname NV in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken. Het doel is om mensen bewust te maken van het belang van het scheiden van huishoudelijk afval. Dat zegt minister Silvano Tjonahing van Ruimtelijke Ordening. De bewindsman benadrukt dat het scheiden van vuil een van de belangrijkste schakels is in de keten van afvalverwerking. Het pilotproject gaat van start in het resort Blauwgrond. Hier in dit geval zullen we in het Blauwgrondgebied zal het vuil gescheiden opgehaald worden. De eerste fase is natuurlijk een stukje voorlichting, waarbij er veel voorlichtingsmateriaal in dit gebied zal worden verspreid om de mensen bewust te maken van de voordelen van afvalscheiding. Waarbij we zeggen de petflessen, plastic zakken en aluminiumblikken, dat die gescheiden worden gehouden. Dat is dus het voorlichtingsgedeelte. Het tweede gedeelte houdt in dat er voor, ik dacht zo een periode van 3 maanden, dat het afval, het gescheiden afval, dus die recyclables, dat die worden opgehaald. 1 keer per maand, dacht ik. En in speciaal daartoe bestemde plastic zakken, doorzichtige zakken. En het vuil zal dan worden opgehaald en vervolgens gerecycled. De ROM-minister zegt dat het een pilotproject is dat gebruikt zal worden om de kinderziektes te identificeren. Volgens projectleider Kitty Suryanom is het project belangrijk omdat het bijdraagt aan het economisch, sociaal en ecologisch aspect dat hiermee gepaard gaat. En dat is dus wat ook een van de doelen is. Efficiënter scheiden van afval, sorteren van afval. Dus het is bewust worden, bewust en efficiënt. En wijs gaan scheiden van je afval. En dan ook denken aan de toekomst. Een stukje duurzaamheid. Als je het gaat recyclen, komt het weer terug. Dus alles eromheen heeft ons gebracht naar Konidoti. En we wilden het ook Surinaams houden. Dus vandaar in de Surinaamse taal, onze eigen Stranangtongo. De samenwerking vanuit openbare werken, mag ik zeggen, het is goed gegaan. Vanuit afvalbeheer hebben ze dus, kijk, zij zijn. Het ministerie wat betreft afvalbeheer en zij hebben de input gegeven met name voor het ophaalgedeelte. En in principe is zelfs in de voorstudie, in die eerdere studie, was er al een samenwerking met openbare werken en dat is gewoon gecontinueerd. Het project zal 3 maanden duren. De investeerders van dit pilotproject zijn Undo en Fernandes Bottling Company NV.